Precies 150 jaar geleden werd slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden afgeschaft. Toch worden er nog steeds producten bij ons verkocht die door mensen worden gemaakt die onder de absolute minimumloongrens moeten leven. Neem nu de 22-jarige Aisha wonende in Ghana. Ze heeft 4 kinderen en is net verlaten door haar man. Om een maaltijd op tafel te zetten voor haar familie, die niet alleen bestaat uit haar kinderen, maar ook haar zus, ouders en grootouders, is ze gedwongen om op een cacaoboerderij te gaan werken. Ze werkt dagen van 14 uur per dag voor 5 cent per uur. Dat is dus nog geen 1 euro per dag. Terwijl wij in Nederland het heel normaal vinden als we meer dan 90 euro per dag voor 8 uur werken verdienen. Zoals Multatuli zei, van de maan afgezien zijn we allen even groot. Iedereen zou gelijk moeten worden behandeld en betaald. Wij westerlingen horen hen niet uit te buiten. Zou het niet mooi zijn als Aisha een goed en eerlijk bedrag zou krijgen, waardoor haar kinderen haar naar school kunnen gaan en hun levens beter zullen worden dan dat van hun moeder. Dat ze een basis hebben om op een toekomst te bouwen. Dat Aisha zelf een beter bestaan kan opbouwen. Dat ze al haar familieleden kan onderhouden. En dat wij gewoon chocola eten zonder het schuldgevoel dat voor deze reep een arme vrouw is uitgebuit. Dat wij door het eten van een stuk chocola de wereld weer een beetje eerlijker proberen te maken. En je vraagt je dan af, waarom bestaat er zoiets niet? Maar dat is er wel en dat is een juist probleem. Fairtrade zorgt voor eerlijke handelsvoorwaarden met kleine boeren en coöperaties in ontwikkelingsgebieden, waardoor producten worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Naast de eerlijke handelsprijs zorgt de stichting Max Havelaar dat de boeren hun productiemethode kunnen verbeteren, zodat de opbrengst per hectare toeneemt. Hierdoor zijn de boeren in staat om hun eigen levensbehoeften te voorzien en direct betere leefomstandigheden te creëren voor de gehele gemeenschap. Het helpt boeren om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, helpt in de toegang tot diverse markten en maakt ze minder afhankelijk van prijsspeculaties op de wereldhandelsmarkt. Fairtrade staat gewoon in de schappen van onze supermarkten. Denk bijvoorbeeld aan chocolade, rijst, honing, jam, thee of koffie. De bedoeling van deze Fairtrade producten is dat de boeren voor een eerlijke prijs hun producten kunnen verkopen. En niet, zoals nu vaak gebeurt, worden uitgebuit door de tussenhandelaren zodat zij zelf meer geld verdienen. Fairtrade probeert op een eerlijke manier de mensen te helpen en niet door geld op te sturen, maar door op een eerlijke manier een structurele oplossing te bieden. Wij zelf geven net iets meer uit dan we gewend zijn, maar we bieden nu een betere prijs. We geven ze geen snelle makkelijke oplossing, maar proberen ze meer geld te geven voor hun producten, zodat ze van dat geld betere machines kunnen kopen. Geef de man geen vis, maar een hengel, zodat ze zelfstandig verder kunnen. Maar zoals het nu wordt geschetst, lijkt het perfect, maar waarom wordt het dan vaak niet gekocht? Er worden op dit moment veel te weinig Fairtrade-producten verkocht. Het probleem ligt echt niet alleen aan de prijs. Veel mensen denken wel dat Fairtrade-producten duurder zijn, maar in vergelijking met andere soortgelijke producten is dat lang niet altijd het geval. En ook al is het inderdaad ietsje duurder, die extra percent is een kleine prijs om dat schuldgevoel te laten verdwijnen. Want door Fairtrade houden we rekening met duurzame ontwikkeling. We hebben oog voor de mens- en milieuaspecten waaronder ze gemaakt zijn. We consumeren en verbeteren de wereld tegelijkertijd. Dat mag af en toe dus wel ietsje meer kosten. Volgens ons ligt het probleem ook niet aan het niet willen, maar dat veel mensen de specificaties niet weten van wat Fairtrade nou eigenlijk inhoudt. En ook een beetje laksheid dat mensen niet nadenken over waar chocola en andere producten vandaan komen. Hierdoor gaan niet veel mensen uit zichzelf Fairtrade kopen, want de link wordt niet gelegd. Het belangrijkste is dat als mensen gewend zijn om Fairtrade producten in huis te hebben, ze die ook zullen blijven kopen. Hun kinderen zullen dat dus gewend zijn en zullen die producten dus later ook kopen. Maar als dat niet gebeurt, is de kans dat die kinderen dat wel gaan doen erg klein. Het is dus heel erg belangrijk dat ze op een jongere leeftijd meekrijgen wat Fairtrade is. Als elke middelbare school of universiteit in Nederland voortaan alleen Fairtrade of eco-keurmerken zelf kopen in de kantine, dan zullen meer jongeren deze producten herkennen en dus laten kopen. Want het is niet dat mensen alleen ontwetend zijn over wat Fairtrade inhoudt, maar ook de diversiteit van de producten. Het is namelijk niet alleen maar etenswaren die Fairtrade verkoopt, maar ook kaarsen, schoolspullen, gadgets en kleding. Misschien lijkt het een hopeloze taak om iedere boer te helpen, maar met elke keer één druppel krijg je ook een emmer vol. Zoals Gandhi al zei, wees de verandering die je in de wereld wilt zien, ook al kost het een paar cent extra. Want met die paar cent extra kun je een groot verschil maken voor mensen zoals Aisha. Bedankt voor het luisteren.